Dit is het nieuwsoverzicht van maandag 24 augustus. Maandagochtend vond er in de Amberding Tuimstraat in West een woningoverval plaats. Twee mannen, die zich voordeden als politieagenten, drongen rond 8:30 de woning van een 58-jarige Schiedammer binnen. Ze bedreigden de man en gingen met sieraden vandoor. De politie onderzoekt de zaak. De DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam doet extra onderzoek naar de veiligheidssituatie bij het bedrijf Yara in Vlaardingen. Donderdag 13 augustus werd bij het lossen van een tankauto calciumcarbonaat gelost in een tank waar al fosforzuur in zat. Deze stoffen zijn gaan reageren. Op het terrein van Yara ligt ook een kleine hoeveelheid ammoniumnitraat opgeslagen. De stof die in Beirut voor de enorme ontploffing zorgde. Het KNMI heeft voor dinsdagavond code geel afgegeven vanwege de verwachte harde wind. Dinsdag overdag neemt de wind geleidelijk aan toe. Het stadsbestuur ziet kansen in de stad. Volgens het college van burgemeester en wethouders is woningbouw mogelijk op 5 locaties in de stad. Het gaat dan om het Wiepoplein, de Oostsingel nummer 9, de Ieperlaan, de Bodestraat-Herenstraat en de Ooievaarsteeg. In de nacht van zaterdag op zondag werden de hulpdiensten naar de spoedeisend hulp in het Franciscus Friedland ziekenhuis gestuurd. Een man probeerde zichzelf in brand te steken. Het incident vond plaats in de wachtkamer van de huisartsenpost die dezelfde ingang gebruikt als de spoedeisende hulp. Personeel daar heeft direct de hulpdiensten ingeschakeld. De man is er niet in geslaagd om daadwerkelijk brand te stichten. Zondag op tv en nu natuurlijk terug te kijken. De derde aflevering van Cultuur borrelt vanuit het Stedelijk Museum Schiedam. We don't talk too much. My outfit says enough. I can give you anything but love. Baby, that's the only thing I'm dreaming of. Baby.